Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mocht je mij niet kennen, ik ben Charlotte, mama van een baby van 7 maanden. Ik heb een vriend, 3 katten. Je hebt nu geklikt op een video en die gaat onder andere over fertiliteitsonderzoeken. Zeg ik dat goed? Ja. Ja? Okay. Onderwerpen. Even. Onderwerpen. Yeah. Fertiliteitsonderwerpen. Naast mij zit... Ja, mijn naam is Elke Struijg. Ik ben IVF-arts. Ik woon in Breda. Naast mijn werk begeleid ik ook nog mensen door het kinderwenstraject. Ja. Zodat ze zichzelf niet verliezen tijdens het kinderwenstraject. Maar dus eigenlijk, het hele doel is eigenlijk dat ze achteraf met tevreden terugkijken op de keuzes die ze hebben gemaakt tijdens het kinderwenstraject. Waarom zit ik hier nu met Elke? Ik vind het heel belangrijk om video's te maken die ik eigenlijk een aantal jaar geleden zelf op internet had willen zien. Ik heb Elke toevallig online gevonden in de periode dat ik een kinderwens had. Jij had mij volgens mij benaderd van ik zie op YouTube dat jij niet zwanger raakt. Ik heb een Facebookgroep. Vind je het fijn om je daarbij aan te sluiten? Want daar zijn allemaal lotgenoten. Nou ja, een maand later was ik zwanger. Yes. Dus ik zat heel kort bij die groep, maar zo had ik wel kennis gemaakt met jou. Eigenlijk heb ik vervolgens Elke gevraagd van, joh, zou jij met mij een video willen opnemen? Want ik denk dat wij bepaalde rust kunnen creëren door vragen te beantwoorden. Ben ik wat vergeten? Nee, ik denk dat het heel duidelijk is. Oké, nou mooi. Ik pak de vragen er even bij. Ik ga vooral vragen stellen over een fertiliteitstraject, de onderzoeken, over IUI, IVF. Mij is dat bespaard gebleven. Dus ik kan je daar ook niks over vertellen. Want ik weet niet hoe het is. Ik weet niet wat het inhoudt, wat het met je doet. Maar daarom heb ik Elke naast me. En ik vind het wel heel belangrijk dat ik weet wat het inhoudt. Omdat mensen in mijn omgeving daar misschien wel mee te maken hebben. Ik heb wel 2 jaar lang de wens heel sterk met Sven gehad. En iedere maand weer een zwangerschapstest gedaan. En iedere keer was het niet raak. En niet eens 1 zwangerschapstest. Ik zei het net al tegen jou. Dan deed je er gewoon 10 in de hoop dat die positief werd. Dus ik weet wel heel goed hoe het voelt om die wens te hebben. En het lukt maar niet. Die twijfel aan je lichaam, daar zul jij vast wel heel veel mee te maken hebben. Yeah. Jij bent fertiliteitsarts. Ja. Yeah. Wat is dat? Wat houdt dat in? Een fertiliteitsarts is eigenlijk een arts die zich voornamelijk bezighoudt met de vruchtbaarheid. Hè? Mm-hmm. Dus die onderzoekt, hè? Hoe komt het nu, wat is de onderliggende reden waarom koppels niet zwanger worden. Hè? Ja. En daarnaast helpt ze en begeleidt ze patiënten tijdens hun fertiliteitsbehandeling, tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling. Okay. Dus om de zwangerschapkansen te vergroten. Dat is wat ik doe. Ja. Okay. Ja. Okay. En jij wilde net nog wat zeggen, ja. Zeg ik aan je. Ja, klopt. Ja. Wat wilde jij zeggen? Ja, want wat heel veel mensen doen, hè, is ze maken het heel zwart-wit. Hè, van je hebt het traject voor het fertiliteitstraject en je hebt het traject tijdens het fertiliteitstraject. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. Maar het is niet zo dat als jij nog niet in behandeling bent met het ziekenhuis, dat je nog helemaal niet afziet. Hè? Stel nu, je bent maar een half jaar bezig, hè? Maar je wens is heel goed en je bent al 6 keer teleurgesteld. Hè? Ja. Dan is een half is jaar dat best... niet maar een half nee, jaar. Nee, klopt. Dat is best lang, terwijl je eigenlijk maar 6 kansen hebt gehad. Ja. He, en mensen denken, ja, maar ja, je bent nog maar een half jaar bezig. Maar als je die wens sterk hebt, dan is elke maand gewoon te veel. Klopt. Heel even in Jip en Janneke taal. Op het moment dat jij met je partner, en dan heb ik het in dit geval heel even over een man en een vrouw. Als jij dus als vrouw zijnde met je man een kindje wilt en je hebt een spiraal of de pil, dan moet je daarmee stoppen als je een kindje wilt. Jij benoemt net, je hebt 1 kans, want je hebt hier eitjes en hier eitjes. Yeah. Als het goed is. En iedere maand heb je een eisprong. De ene keer links en de andere keer rechts. Nou, dat wisselt af, toch? Nou ja, niet van niet links. Per se. Niet per se, nee. Okay. Nee. Op het moment dat eitje springt, dat gebeurt 1 keer per maand. En bij de een is zo'n hele cyclus iets meer dan 30 dagen. Bij sommigen zelfs nog langer. Maar gemiddeld is dat rond de 30 dagen. Op het moment dat eitje springt, moet dat zaadje maar net erbij komen.
Dus inderdaad, als je een half jaar bezig bent, heb je feitelijk gezien 6 kansen gehad. Bij een normaal gezond lichaam dat werkt zoals het in het boekje staat. Ja. Toch? Ja. Zo zeg ik dat goed, ja, hè? Oké. Wat kan de partner doen voor meer kans op zwangerschap? Dit is een vrouw die het vraagt. Dus wat kan de man meer doen? Meer doen. Ja. En dat gaat dan over de zaadkwaliteit, hè? Want als partner, ja, dan gaat het... Als man heb je zaad nodig om een vrouw zwanger te maken. Ja. Hoe kun je die kwaliteit nu verbeteren? Nou, dat kun je doen door regelmatig gemeenschap te hebben. Mm-hmm. Als je langer dan een week wacht hebt voor de volgende zaadlozing, dan kan het zijn dat de zaadkwaliteit naar beneden gaat. Oh, echt? Ja. Hm. Dus niet te lang wachten tussen de zaadlozing in en voor de vruchtbare periode. Ja. Dus regelmatig zaadlozing. Stoppen met roken. Geen binge drinken. Dus heel veel glazen bier of alcohol. Oh, ik verstond het even niet goed, maar we zitten natuurlijk in Brabant. Zeggen jullie dat niet? Binge drinken? Nee, bier. Binge. Bier. Nee, het is geen bier. Nee. Binge drinken is als je heel veel alcohol achter elkaar drinkt. Nee. Dat was voor mij een nieuw woord. Oké. Nou, dus het advies is om niet meer dan 3 glazen alcohol per dag te drinken voor een man. Ja. Wat voor een man ook nog kan helpen is om niet meer naar sauna's te gaan. Hè, want ja. De teelballen die hangen buiten het lichaam. Mm-hmm. Omdat de zaadcellen niet zo goed tegen hitte kunnen. Daarom hangt het buiten het lichaam. Dus okay. Als je dan sauna's gaat of verhitte dingen doet. Bijvoorbeeld als je heel lang gaat wielrennen, dan wordt dat ook allemaal warmer. Een warme bedoeling. Ja, ja, dan kan. Ja, is dat echt wetenschappelijk bewezen? Ja. Serieus? Serieus. Dus als je een partner hebt die heel veel drinkt, rookt en heel graag in de sauna zit, dan verkleint dat serieus je kans. Nou ja, de zaadkwaliteit. De zaadkwaliteit, oké. Ja. En dus ook als je bijvoorbeeld koorts krijgt, hè, want dan heb je ook temperatuurverhoging, dat vermindert dan ook weer de zaadkwaliteit. En elke 3 maanden worden er nieuwe zaadcellen aangemaakt. Dus als ik bijvoorbeeld een man ben en ik heb nu koorts, dan kan ik eigenlijk pas over 3 maanden weer zien wat is nu echt mijn zaadkwaliteit zonder de koortsaanval. Oké. Ja. En gezond eten, veel groente, dat soort dingen, dat helpt ook bij mannen. Voor de zaadkwaliteit. Voor de zaadkwaliteit, okay. Ja. Hoe weet je als jonge vrouw of je vruchtbaar bent? Nou ja, het is een beetje een... Hoe zeg je dat? Dat je... Het is toch heel lastig. Ja, nou ja, als je binnen een jaar zwanger bent, dan weet je dat je vruchtbaar bent. Ja, maar ik ben ook vruchtbaar, maar dat was pas na 2,5 jaar. Ja, maar je bent dan verminderd vruchtbaar. Maar na dat HSG-onderzoek was ik direct zwanger. Ja. Een week later. Dus ik was al die tijd vruchtbaar, alleen er zat een verkleving in de weg. Nee, ja, dat weet je dus niet. Hè? Want... Maar ze zagen verklevingen zitten. Nou ja, wat je ziet is, een HSG is een baarmoederfoto, hè? Ja. Dus dan spuit je olie in de baarmoeder. Ja. En dan zie je eigenlijk hoe de olie zich verspreidt in de buik. Klopt. En wat je dus kan zien is dat het bijvoorbeeld veel moeilijker is om die olie in te spuiten, dus dat er meer weerstand is. Ja, dat zeiden ze. Dat zeiden ze, ja. Maar dan weten ze niet, is dat nu door dat er iets zit in die eileiders? Ah. Of komt dat omdat de eileiders nu gewoon... op dat moment dicht zitten, want die bewegen, die eileiders, want die moeten het eitje vooruit bewegen. Ja. Dus het kan zijn dat als je spuit dat die dan ineens dicht zit, maar dat die daarna gewoon weer open gaat. Dus we weten het eigenlijk niet zo goed hoe die olie werkt. Okay. Ja. Want er zijn ook theorieën dat mogelijk, wat je krijgt is een soort van steriele ontstekingsproces, dus een ontsteking zonder dat er een bacterie of een virus bij zit. En dat dan zorgt voor een verbeterde innesteling. Dus dat de innesteling beter gaat in de baarmoeder. Maar na zo'n onderzoek. Na zo'n onderzoek. Ja. Oké. Ja. Maar dat weten we dus nog niet. Dat zijn allemaal hypotheses, theorieën. Ja, want op het moment dat je stopt met de pil of met een spiraal die je eruit haalt en je wilt zwanger worden, hoe lang
moet je dat proberen voordat je een HSG-onderzoek mag? Of dat je overgaat op IUI of IVF? Hoe lang moet je daarop wachten? Nou ja, dat verschilt dus heel erg. We hebben eigenlijk twee groepen. Ja. Eén groep van vrouwen die een onregelmatige cyclus hebben. Ja. En dus niet elke maand ongesteld zijn. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn vrouwen die hebben ook verminderde kansen of geen kansen om zwanger te worden. Omdat ze geen eisprong hebben. Mm-hmm. Ja, die gaan veel sneller naar een dokter of naar het ziekenhuis. Ja. Dan vrouwen die een regelmatige cyclus hebben. Ja, oké. Okay. En, dus, en als je een regelmatige cyclus hebt, dan ga je pas na een jaar eigenlijk naar de huisarts. Die verwijs je door. En dan zou je eigenlijk in aanmerking kunnen komen voor een baarmoederfoto. Ja. Maar dan wordt ook eerst onderzocht. Dus voordat je daar naartoe kunt, moet je echt wel lang wachten eigenlijk. Ja. Ja, want wat je net zei, als je het heel graag wilt en na 6 maanden lukt het niet, voelt het vaak al als lang, laat staan na een jaar. Ja. En dan, ik weet nog dat ik heel veel hoop had gevestigd op dat moment van, ik ga naar een huisarts, nu komt het goed. En toen kwam het nog helemaal niet goed. Dat vond ik ook wel een dingetje. Ja. En hoe vond je het toen je de uitslag kreeg van alles is goed? Verschrikkelijk, want toen dacht ik, ja... Nou, toen had Sven een test gedaan. Daar kwam ook uit, alles is goed. Dus bij ons beiden zag alles er goed uit. En dan ga je denken, ja, en nu? Ja. Nou ja, en toen mocht ik dus dat doorspoelen van mijn eileiders. Dat ze gingen kijken, is daar dan iets? Zit er een eileider dicht? Of is het wat moeizaam? En ik had de mazzel dat ik daarna gelijk zwanger was. Maar ja, wat als dat ook niet het geval was? Want wat is dan de volgende stap? Die heb ik hier ook. Ja, dat is als je dan zeggen we, hè, je hebt echt nog wel hele goede kansen. En met ja. De baarmoederfoto kun je dan ook nog je kansen vergroten. Om nog een half jaar af te wachten en dan over op de IUI behandeling. Wat is dat? Intrauterine inseminatie. Nog een keer, hoe? Intrauterine inseminatie. En wat dat eigenlijk is dat je brengt de zaadcellen van de partner in de baarmoeder op het juiste moment. Bij IUI. Bij IUI. De man moet dus zaadcellen in een bakje doen. In een bakje doen, ja. Dat gaat naar het lab. Het lab bewerkt de zaad. Maar hoe weet de man wanneer hij dat in een bakje moet doen? Ja, dus wat we dan doen is bij vrouwen geven we hormonen. Hè, ja. Want dan laten we 1 tot 2 follicels of 3 proberen we te laten groeien. Want dan heb je iets verhoogde kans ten opzichte als er maar 1 blaasje komt. En een follikel is een blaasje. Okay. Het is een blaasje wat eigenlijk groeit in je eierstok. Ja. Dan gaan we met echo's controleren hoe groot het blaasje is. Mm-hmm. En als het groot genoeg is, dan gaan we de eisprong opwekken met hormonen. Ja. En dan weten we dat we de zaadcellen moeten inbrengen in de baarmoeder. En met hormonen vergroten, betekent dat dan dat de vrouw iedere dag hormonen moet inspuiten? Ja. Door middel van een naald? Ja, inderdaad. Bij zichzelf? Bij zichzelf. En hoe lang mag je dat doen? Hoe lang mag een vrouw iedere dag hormonen inspuiten? 6 keer. Dus 6 maanden. 6 maanden, ja. En dan ben je dus als vrouw iedere dag hormonen aan het spuiten. Je man moet 1 keer per maand... met zijn hoopje in een potje naar het ziekenhuis. Maar de vrouw moet met dat potje mee naar het ziekenhuis. Nee, het is iets anders. Okay. Dus je spuit hormonen tot het moment dat de eisprong daar is. Hè. Dus dat is 2 weken per maand ongeveer. Oké. Okay. En dan weten we, oké, dan is de eisprong. Dus het ochtends levert de partner dan de zaad in bij het lab. Ja. Het lab die bewerkt de zaadcellen. Die zoekt de goede eruit. Ja, het gaat dus zo van in de centrifuge, waarin dus inderdaad de goede van de minder goede worden gescheiden. Wauw, oké. Okay. En ook wat stoffen worden verwijderd. Want stel, we zouden zo de zaadcellen in je baarmoeder spuiten. Ja. Dan zou je baarmoeder heel erg op reageren. Hè? Omdat ze er dan allemaal in 1 keer tegelijk in komen. Dat is normaal gesproken ook niet. Nee, want je gaat door de baarmoedermond. Ja, normaal okay. is het dat de zaadlozing is voor de baarmoedermond. Juist. Dus niet alles haalt de baarmoeder. 's Ochtends wordt dat zaad gebracht door de man. Jullie gaan daar in een laboratorium mee aan de slag. Ja. En dan komt de vrouw. Dan komt de vrouw, ja. En die gaat liggen op een stoel. Ja. En dan gaan we met de ene bek de baarmoedermond zoeken. Ja. En dan doen we een spuitje met een tuutje erop. En dan met dat rietje gaan we het eigenlijk door de baarmoedermond. En dan spuiten we de zaadcellen. En dan is het 2 à 3 weken afwachten voor de vrouw die daar ligt.
Ja. En dan is de kans aanwezig dat het gelukt is, maar ook zeker dat het niet gelukt is. Ja, klopt, ja. En dan mag je dat in totaal 6 keer doen. Ja. Wordt dat vergoed door een zorgverzekering? Ja, het zit dan in de basis. En als dat niet lukt? Dan ga je daarna door naar IVF. En wat is IVF? IVF is in vitro fertilisatie. Ik zou hem even heel hard op daar naartoe zeggen, want hoe? In vitro fertilisatie is IVF. Ja. En wat dat eigenlijk betekent dus is dat je in het lab de bevruchting tot stand brengt. Hè. In vitro betekent in een schaaltje. Ja. En fertilisatie betekent bevruchting. Oké. Okay. En wat je dan eigenlijk gaat doen is je gaat met hormonen zorgen dat er meer blaasjes groeien in de eierstokken. Ja. En op het moment dat ze groot genoeg zijn, dan ga je ze eruit halen. Doe je met een naald, zuig je de blaasjes leeg. Bij de vrouw. Dus de vrouw moet ook bij IVF gaan liggen met een eendenbek. Maar in plaats van dat het erin gespoten wordt, de zaadjes, zeg maar om het zo te zeggen, wordt nu een follikel eruit gehaald. Ja, klopt. En het is niet met een eendenbek, maar met een echo. Oh, een echo. Ja, okay. Daar zit dan een naald op en met die naald prik je dan de eitjes aan. Ja. En dat doe jij? Dat doe ik, ja. Ja. Zo, ja. Oké. Okay. En die zuig je dan leeg. Ja. En dan in het lab gaan ze bekijken hoeveel eitjes er zijn gevonden. Hè? Mm-hmm. Want het is alleen maar vocht, want ze zijn heel klein. Ja. En als er dan eitjes gevonden zijn, dan worden die in een soort van schaaltje gezet. En dan worden er zaadcellen bij gedaan. En dan is het afwachten of er een bevruchting ontstaat en of dat het embryootje zich goed doorontwikkelt. En dan de beste, die wordt bij jou teruggeplaatst na een paar dagen. En de rest gaat de vriezer in voor op een later moment. Maar wat ik hoor is dat de vrouw constant naar het ziekenhuis moet. Dat klopt, ja. Ja, en dat voornamelijk dan de eerste 2 weken wanneer de blaasjes aan het groeien zijn, de eitjes aan het groeien zijn in de eierstok. Oké. Okay. Ja. Dus dat maakt het ook heel impactvol, hè? Ja, dat geloof ik. Maar stel jij doet dat en je bent ziek. Ja. Dan wordt diegene dan afgebeld en moet diegene dan een maand wachten of neemt een andere arts dat over? Een andere arts neemt het over. En stel die is ook ziek. Ja, dan neemt er nog weer een andere arts. Dus altijd wel een artsenvoorraad. Ja, oké, okay, er is een voorraadje artsen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dan dus wordt afgebeld van ja, sorry, de arts is ziek. Zo, maar dat zijn ook dingen die dan veel met je kunnen doen. Want ja. Zou dat gebeuren, denk je? In coronatijd is dat wel zo geweest, hè? Dat we de zorg moesten afschalen. Ja. Hè? En dat we konden zeggen dat geen puncties meer konden doorgaan. Geen IUI-behandelingen. Dat was ook best wel heftig voor mensen. Nou, dat geloof ik. Ja, maar zoals als je in een behandeling zit en het is geen corona, dan kun je wel 100% zeker zijn dat gewoon de zorg doorgaat. Dat er eentje op voorraad voor klaar staat. We lachen erom, maar we maken het af en toe maar een beetje luchtig. Want ik vind dit wat. Jeetje, houdt deze arts rekening mee wat de stressimpact is voor de baby? Vertelt ze dat aan ouders? Weet zij iets van geboortepsychologie? Dit heeft effect op de baby, niet erg. Prachtig dat het kan. Moet wel verteld worden, zodat ouders kunnen anticiperen op de onrustige baby's. Vertellen een zwangerschap pas. Dat baby bevruchte eifel niets meekrijgt, is namelijk niet waar. Ja, dit is een bericht opgespreid in meerdere delen. Snap jij deze vraag? Ja, ik snap. Wat zij eigenlijk zegt is dat baby's die door ICSI of IVF of een fertiliteitsbehandeling, dat die beschadigd zijn, zegt zij eigenlijk. Hè? Dat die, beschadigd? Ja, psychisch. Dat ze weten dat het niet natuurlijk is ontstaan. Oké. Okay. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik weet wie dit is. Dus ik kijk daar natuurlijk anders naar, maar ik vind dat wel een heftige uitspraak. Dat vind ik ook. Ja. Vind jij dat ook? Dat die kinderen beschadigd? Nee. Dat is niet wetenschappelijk. Daar ben jij het niet mee eens. Nee, maar ik ben een dokter. Want zij vindt als coach dat wel zo is. Ja. Ja, maar ik ben een dokter en ik vertel dus dingen die wetenschappelijk verantwoord zijn, die onderzocht zijn. He, dus ik kan niet. Dit is een spannend hoor, jongens. Iemands mening overnemen. Ja, ik ga hier even niet verder op door. Ja, ik wil dat. Oké. Hoe groot is de kans dat het lastig is om zwanger te worden?
Ja, hoe groot is de kans? Nou ja, tegenwoordig is het zo dat 1 op de 6 koppels te maken heeft met verminderde vruchtbaarheid. 1 op de 6. Dat is best veel, hè? Heb je na een keizersnede meer kans op verklevingen? Nee. Ze bedoelen verklevingen, je hebt op verschillende plekken verklevingen. Ja, verklaart dit eventueel het niet meer zwanger raken? Ja, dus je hebt verklevingen in je eileiders, je hebt verklevingen in je baarmoeder. In je eileiders krijg je dat meer door chlamydia. Ja. Hè, kunnen de verklevingen ontstaan. Ja. Je hebt ook verklevingen in de buikholte, dat is door endometriose kan dat ontstaan. Dan kunnen de eileiders minder goed bewegen, dus ook minder goed de eitjes oppakken. Hè. Ja. En je hebt verklevingen in de baarmoeder, dat kan door een curettage, dus als je... He, een zwangerschap laten weghalen of een miskraam laten weghalen. Door een operatie kunnen verklevingen ontstaan. Bij een keizersnede is die snede van die keizersnede is best wel heel laag in de buik. Dus dat is eigenlijk niet waar de innesting plaatsvindt. De innesting vindt hoger plaats. Okay. Wat er wel kan ontstaan door een keizersnede is een niche. Dat is eigenlijk een soort van inkeping in de baarmoeder. En ja, dat een inhammetje eigenlijk. Sommige mensen die hebben daar last van, andere mensen helemaal niet. Oké. Ja, maar of dat de zwangerschap of je zwangerschapkansen kan verminderen, dat is nog niet duidelijk eigenlijk. Nee, daar kun je eigenlijk wetenschappelijk gezien geen antwoord op geven. Nee. Oké. Waarom altijd die heftige en groot verschillende BMI-lijn, terwijl dit alleen voor de statistieken van het ziekenhuis is? Ja, snap je de vraag? Het heeft waarschijnlijk te maken met gewicht. Ja, en wat zij eigenlijk zegt, hè, waarom is er nu zo'n BMI-grens? Ja. Hè, want die BMI-grens is er alleen zodat het ziekenhuis betere zwangerschapsuitkomsten heeft. Hè? Dus hogere zwangerschapscijfers met de behandeling die zij doen. Oké. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is wel zo dat hoe lager de BMI, of als je een gezonde BMI hebt, hè, een gezond gewicht... Dan heb je een hogere zwangerschapkans. Dus dan is het inderdaad zo dat je kans bij IUI of bij IVF verhoogd is. Hè? Dus een grotere slagingspercentage. Dus stel je hebt als ziekenhuis alleen maar mensen met overgewicht. Dan zijn je zwangerschapscijfers lager dan een ziekenhuis die alleen met mensen heeft met een gezond gewicht. Oké, dat is wetenschappelijk bewezen. Dat is wetenschappelijk bewezen. Maar daarom hebben we die grens niet. We hebben die grens... Omdat als je boven een bepaalde BMI zit, heb je zelf echt verminderde zwangerschapskansen. Hè? En je hebt, als je in een fertiliteitstraject gaat, heb je geen 100% kans dat je zwanger wordt. Hè? Dat kunnen wij niet garanderen. Nee. Dus het beste is dat je zelf de situatie zo optimaal mogelijk maakt. Ja. Hè? Zodat je je kansen zelf vergroot, waardoor als je het fertiliteitstraject doorloopt, ook maximale kans hebt om zwanger te worden. En dat kan onder andere als man zijnde door wat je net vertelde en als vrouw zijnde door je mentale gezondheid, je lichamelijke gezondheid. Oké. En ook roken en oppassen met drinken. Ja. Dat soort dingen. Ja, want ik heb in die 2 jaar tijd bijna nooit gedronken. En ik kreeg van mensen wel eens van... Joh, maar je bent toch niet zwanger, dan kan je toch een wijntje doen. Maar ik wilde dat niet, want ik wilde gewoon, ook al zat ik niet eens in dat traject, wilde ik wel de kansen zo groot mogelijk maken. Ik had het gevoel dat als ik niet te veel zou drinken, dat mijn kansen zou vergroten. Ja, ik had geen idee op basis waarvan ik dat dacht, maar dat dacht ik. Ja. En als je al zo lang bezig bent, wil je natuurlijk dat het zo snel mogelijk gaat, hè? Ja. Dus je wilt alles doen om het zo optimaal mogelijk te maken. Ja, want om daar heel eventjes tussen de vragen door op in te spelen. Sven en ik hadden heel erg, tenminste in ieder geval ik vind het moeilijk om nu voor Sven te spreken. Maar wij hadden heel erg ons geluk af laten hangen van, als ik dan zwanger ben, dan is het allemaal compleet. Maar eigenlijk was het al compleet. We hadden zoveel laten afhangen van het zwanger worden, dat ik, als ik nu terugkijk, als ik mezelf nu iets zou kunnen zeggen, de Charlotte van 3 jaar geleden, had ik zo graag willen zeggen, geniet van het nu. Maar ik weet ook dat iedereen die dat toen tegen mij zei, had ook zoiets van, hou je mond, want ik wil dit gewoon, punt. Yeah. Net als de opmerking,
je bent er te veel mee bezig. Laat het los. Vind ik zo'n irritante opmerking. Die mensen moeten echt een... nekschot ga ik niet zeggen, maar... ik vind dat wel... Dat, ja, ik vond dat geen leuke opmerking. Nee. Mensen die zeggen, je behoud je er te veel mee bezig. Dan denk ik, nee. Nee. Toch? Nee, klopt niet. Nee. Maar toen je erachter kwam dat je zwanger was, hè? Maar zat je ook al als een wolk toen je erachter kwam dat je zwanger was? Ja, totdat ik bevallen was, toen zat ik er niet meer op. ja, zeker. Alleen ik weet wel dat ik de 6 weken na die positieve test heel vaak bloedverlies had. Ik heb ook heel vaak een foto van mijn bloed naar jou gestuurd. En dan vroeg ik, oh nee Elke, ik verlies echt wel bloed. En dan ging jij me weer geruststellen van, joh, dat kan. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ja. Maar er zijn dus ook heel veel vrouwen die dus niet op een roze wolk zitten. Hè? Ja. Dus die denken van, als ik daar nu eenmaal ben, als ik zwanger ben, dan is het compleet. Ja. Maar dan valt het best nog wel tegen. Ja. He, dus, en dat zeg ik ook altijd tegen mijn patiënten, he, je kan wel naar een bepaald punt leven, maar je leeft nu, hier in het nu. Ja. En daar moet je echt wel van genieten. Ja, en dat is voor degene die nu kijkt misschien heel makkelijk gezegd, maar ik hoop dat je daar iets van oppikt, want ja... Maar goed, ik weet hoe moeilijk het is om dat te horen als je kijkt en je wil het zo graag. Ja. Maar aan de andere kant, om nog meer af te zien, verhoogt je zwangerschapskansen niet, hè? Nee, maar dat wachten. Ja. Ik weet hoe het is. Ja. Dat ellenlange wachten, iedere keer weer, die dagen voor je ongesteldheid. Ik snap dat het je opslokt. Dat je alleen maar bezig bent met, oké, dan kan ik een test doen, dan kan ik een test doen. Je bent niet meer bezig met, hé, wat een mooie boom. Nee. Gewoon niet. Ik was daar niet mee bezig. Dus ik weet hoe het is voor de vrouw die daar zit en die dat ook heeft. Maar kun je die vrouw die dat zij alleen zo aangenaam mogelijk maakt? 100%. Maar ik zou niet weten hoe ik dat kan meegeven. Kon ik het maar. Maar ik kon het niet. Ik heb gewoon, ik denk 2 jaar lang, heel weinig genoten van alles om me heen. Omdat ik alleen maar bezig was met, oké, nu moeten we naar bed. Nu is ongeveer de periode dat ik weer kan testen. Dan kocht ik weer 10 testen bij de Action. En dan, ik was alleen maar daarmee bezig. En ik wilde het niet horen van iemand niet. Nee. Dus de vrouw die daar zit en die dat ook heeft, die snap ik. Ja, en mijn missie om ervoor te zorgen dat mensen wel gaan genieten en wel gaan leven. Ja, dat gun ik de vrouw die kijkt ook, dat kan. Want als je dat niet doet, dan kan het ook echt zijn dat je uit elkaar bent gegroeid met je partner. Ja. Dat je bijvoorbeeld geen goed contact meer hebt met vrienden, omdat je daar geen aandacht meer aan besteedt. Ja. Ook dingen, kansen hebt laten lopen op je werk, omdat je dacht van, ik moet eerst zwanger worden en dan zien we wel verder. Of ik wil eerst zwanger worden en dan wil ik pas naar Amerika of een verre reis maken. Je stelt alles uit. Ja, kijk, en ik had mijn reis er naartoe op een gegeven moment gefilmd en dat was mijn uitlaatklep. En ik heb gelukkig hele lieve vrienden en familie om me heen die mij begrepen. En die precies het juiste deden. Maar ja, dat die mensen moet je maar net om je heen hebben. Ja, dat hebben heel veel mensen of niet, hè? Tips voor zwanger worden met PCOS, leeftijd 30. Wat is PCOS? Komt weer een heel moeilijk woord. Het is polycysteus ovarium syndroom. Poly betekent meerdere. Ja. Kysteus betekent kiestes. Ja. Ovarium betekent eierstok. Mm-hmm. Dus meerdere kiestes op de eierstok. En dan een syndroom is eigenlijk een samenhang of een groep eigenlijk van verschillende symptomen. En als je aan die symptomen voldoet, dan heb je PCOS. Oké. Maar wat het eigenlijk is, is een soort van hormoondisbalans in je lichaam. Doordat er zoveel eitjes op je eierstok zitten, denken je hersenen, hey, er is genoeg activiteit. Mm-hmm. Ik hoef niet meer iets te doen, want er gebeurt al iets. Wat er elke maand gebeurt, is je hersenen, die geven een signaal aan je eierstok. Er gaat 1 blaasje groeien, die gaat hormoon uitscheiden. Dan denk je hersenen, oké, er is iets aan de gang. Maar doordat je zoveel kleine blaasjes hebt, al die kleine blaasjes scheiden ook hormonen uit.
Ja, maar dat is niet omdat er één groeiende is, mm-hmm. maar dat er om meerdere kleintjes zijn die in de eierstok zitten. En van daaruit denken dus ook de hersenen, hey, ik hoef niks te doen, want er is al activiteit in de eierstok. Oh. Ja, en dus kan het zijn dat het of heel lang duurt voordat je een eisprong hebt, of sommige mensen hebben helemaal geen eisprong. Ja, een vriendin van mij heeft gewoon dat ze er een jaar lang geen eisprong had. Ja. Wat ik aan het begin ook inderdaad benoemde, normaal gesproken, volgens de boekjes. Maar de vraag was, heb je daar tips voor om zwanger te worden? Ja, nou, je hebt eigenlijk twee oorzaken waarom je PCOS kan ontwikkelen. Eén oorzaak is overgewicht. In je buik, die maken ook allemaal hormonen aan. Ja. En als je te veel vrouwelijk hormoon aanmaakt, kan dat omgezet worden in testosteron, dus mannelijk hormoon. Ja. En daarom hebben sommige vrouwen met PCOS ook allemaal overbeharing en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus als je dan afvalt, heb je minder van die vetcellen. Dus dan kan het zich herstellen. Maar je hebt ook vrouwen die een ongevoeligheid hebben in een soort van receptor in je lichaam. Mm-hmm. Waardoor je lichaam dus niet zo goed herkent dat die cyclus door moet gaan, maar dat er ergens een stop zit. Okay. Maar als je dus zorgt dat je wel regelmatig een cyclus krijgt, bijvoorbeeld met medicatie in het ziekenhuis, dan heb je net zoveel kans als de rest van Nederland om zwanger te worden. Okay. Dus dat is het voordeel. Okay. Hoe voor te bereiden op komend fertiliteitstraject? IUI of IVF? Hoe bereid je je daarop voor? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk, ik heb een tip. Mag ik? Anders ben ik hem kwijt. Sorry dat ik doorga. Met lotgenoten praten. Dat is heel. Anders ben ik het kwijt. Sorry dat ik er zo doorheen ga. Maar jij hebt een Facebookgroep opgezet. Ja, klopt. Die staat ook onder deze video, het linkje. En daar zitten allemaal vrouwen die elkaar helpen en dingen uitleggen aan elkaar. En dat vind ik echt een tip. Als je dus hoe je je daarop voor te bereiden. Ik zou daar wel rust uit halen. Ja. Ga verder, want ik onderbrak je, maar anders ben ik het gewoon kwijt. Ja. En die vrouwen, je hebt natuurlijk heel veel kennis bij elkaar, hè, met al die vrouwen in die groep. Ja. Dus ze geven je eigenlijk allemaal verschillende tips. En dan kun jij jezelf uithalen wat je daarin wil. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat als je aan een fertiliteitstraject begint, dat je van tevoren. Want wat ik altijd zeg tegen mensen, je hebt eigenlijk een dag en dat is eigenlijk een soort van taart. En in die taart heb je allemaal schijfjes wat je doet. Je slaapt en je werkt en je doet hobby's en sport. En dan komt ineens het fertiliteitstraject erbij. En dat wordt er zo ergens tussen gepropt. Maar dat fertiliteitstraject, dat kost heel veel energie, vraagt heel veel energie. Ja, en voor de een wordt dat de complete taart. En voor de ander een tiende van de taart. Een tiende, inderdaad. Ja. Wat voor energie het kost. Maar daarom zeg ik ook altijd, zorg ervoor dat je dan ook extra ruimte voor jezelf creëert om op te laden. Of dingen te doen die je leuk vindt. Zodat je al dat energie wat het fertiliteitstraject kost, kan compenseren met leuke dingen waar je energie uithaalt. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je regelmatig evalueert. Dus elke maand kijk van oké, waar ben ik tevreden mee? Wat ging goed? Wat ging niet goed? Ook samen met je partner. Dat jullie daar samen op één lijn bij blijven. Ja. En dat je ook denkt van wat vind ik nu belangrijk in het leven? En waar vind ik dat ik wel aandacht aan mag geven? En wat is prioriteit in mijn leven? En wat vind ik belangrijk? Zodat je ook heel makkelijk keuzes kan maken. Ja. Dat je niet, want je kan niet alles blijven doen als wat je voor een fertiliteitstraject deed. Dat denken mensen wel, maar dan gaan ze zichzelf voorbij lopen. En wat kun je dan niet meer doen? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, wat de vrouwen verwachten, dat als ze het fertiliteitstraject er zo even naast doen. Ja. En dus de tijd die ze kwijt zijn in het ziekenhuis, dat ze dan ook nog extra 's avonds compenseren op hun werk. Ja. En dat ze daarnaast ook nog eigenlijk altijd sport moeten blijven doen wat ze al deden. Ja, en maar dus je bent, wat ik al benoemde, je bent veel meer in het ziekenhuis. Dus je moet dingen gaan laten vallen. Ja. Net als wanneer er wel een babytje is. Ja, klopt. Ja. Moet je dingen gaan laten vallen. Ja. Je kan niet zomaar doorgaan met het leven. Wat je eerst had. Bij deze
stoppen we eventjes met de vragen, want wij hebben door dat het heel veel vragen zijn en dat het niet realistisch is om dat in één hele video te stoppen, want dan wordt het zo'n video. Dus bij deze ronden we hem hier eventjes af en komt er dus nog een deel 2. Ben ik wat vergeten? Nee. Oké. Okay. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deel 1 en hou mijn kanaal in de gaten voor deel 2. Doeg! Dag!